sinds 2015 staat in het bouwbesluit artikel 7 11a. Dat gaat over voldoende ontruimers bij brand. En dat woord voldoende is eigenlijk een open norm. Waar wij van gezegd hebben, daar moeten we invulling aan geven. En daar is deze handreiking voor gekomen. De verantwoordelijkheid voor ontruimers is een verantwoordelijkheid van de zorginstelling zelf. Dus die moet zorgen dat er voldoende mensen beschikbaar en geoefend zijn om te zorgen dat iedereen veilig naar buiten komt. Deze handreiking is ontwikkeld in samenwerking met twee gerenommeerde adviesbureaus die veel kennis en kunde op dit gebied hebben. Dat is Niemann en Geregeld. In de handreiking hebben we eigenlijk alle losse puzzelstukjes die er waren op het gebied van ontruimen in de zorg samengevoegd. Eigenlijk in handzame tabellen die voor een toezichthouder in één oogopslag mogelijk maken om te toetsen of je voldoet of niet. In de praktijk is het zo dat een inspecteur gaat straks naar een object toe, naar een verpleeghuis toe. Zal daar een intakegesprek houden met de mensen die daar werken. En vervolgens wordt er een inspectie uitgevoerd om te kijken hoe het gebouw in elkaar zit. Het is dus niet zuiver een regeltje wat je gewoon kan afvinken of zeggen van oké, zo werkt het. Nee, het is op basis van het echte gebouwkenmerken. Wat voor mensen zitten er in het gebouw? Hoe ziet het gebouw uit? En dat met z'n allen, met totaal, levert uiteindelijk het resultaat op waarmee het gesprek aan kan gaan met de mensen. Dus blijkt uit de handreiking dat het niet voldoet. Dan kan je ook meteen zien op welke manier je volgens de situatie kan verbeteren om te zorgen dat er wel tijdig ontruimd kan worden. Als veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, als veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, vonden we het belangrijk dat er landelijk draagvlak was en niet alleen beschikbaar deze handreiking voor ons. En daarin hebben we de samenwerking met Brandweer Nederland gezocht om daar ook kennis en input vandaan te halen.